Ik ben hier vandaag op de redactie van M&M en daar is een heel goede reden voor. Want Peter van de Veire die presenteert vandaag zijn allerlaatste ochtendshow. En ik ben benieuwd hoe het met hem is. Ja, Peter, allereerst proficiat met de allerlaatste ochtendshow. Hoe was het voor jou om die te presenteren? Het laatste kwartier was zeer emotioneel, omdat je weet van dit is echt de laatste keer dat je iets gaat doen op M&M. Dus ik heb misschien toch wel een beetje geweend, ja. Symbolisch einde, want op jouw allereerste show was het ook aan het sneeuwen. Het heeft gesneeuwd en er zat een nieuwe radio bij. Ladies and gentlemen. 5 januari 2009, toen sneeuwde het. Dan heb ik bekendgemaakt eind vorig jaar dat ik ging stoppen. Begon het ook te sneeuwen en vandaag is het opnieuw aan het sneeuwen. Dus ik denk dat moeder natuur mij iets wil zeggen. Wat waren zo de allermooiste momenten die je hebt beleefd? Goh, het begin was sowieso heel mooi. Ontzettend welkom bij een nieuwe radio, M&M. We hebben ons op een bepaald moment heel veel verkleed. Klein probleem, maar iedereen kan jou. Op een bepaald moment liepen we achter vuilniswagens, waar we daar radio aan het maken. Zaten we op een motto om radio te maken. Maar ja, het is eindeloos. Het is tijd om M&M te geven aan mensen die er op dit moment moeten mee bezig zijn. Het is mooi geweest. Wat ga je nu doen? Ik ga nu zo meteen nog een stukje taart eten, denk ik. En ik ga daarna een heel klein beetje rust pakken. Ik ga naar het Eurovisie Songfestival. En die radioshow, ja, die gaat natuurlijk ook gewoon door. Ja. Wie gaat die vanaf nu overnemen? De beste van de wereld. De beste van de wereld gaan zorgen dat er op dinsdag 19 april, na de paasvakantie, een prachtige nieuwe ochtendshow is op M&M. Ik wens je heel veel succes en vooral merci voor al die mooie jaren. Kei leuk dat je deze video bekeken hebt, maar als je nu nog slimmer wil worden, dan zou ik hier ook eens klikken. Doen, hè.